Daar ben ik weer met een nieuwe meme video. We gaan weer reageren op memes en ik weet niet of ik daar blij om moet zijn. Nee, dat weet ik niet. Het zijn altijd zulke slechte memes die ertussen zitten, maar ook leuke memes. En daarom maken we natuurlijk dit soort video's. En ik had in de vorige video gezegd dat dit leuk is om misschien één keer per week te doen. Julia die zei ook dit. Lol, blijf zo doorgaan. Eén keer per week is wel een goed idee. Dat vond ik mooi om te zien. Dus we gaan dat denk ik vasthouden. Alleen moeten er wel een beetje memes online blijven komen natuurlijk. Want ik kan natuurlijk elke week zo'n video maken, maar als er dan te weinig memes zijn, dan kan ik niet elke week qua content zo'n video voor elkaar krijgen. Dus mocht je meme hebben of mocht je denken, nou ik weet nog wel wat leuks, join even de Bowser Army Reddit en dan vervolgens kan je meme daar achterlaten. En dan misschien komt jouw meme ook in de video. Dus doen het. En we hebben trouwens bijna de 500 members. Dat is toch wel baas. En mocht je trouwens zin hebben in deze video, doe dat duimpje omhoog. Zouden we 1000, 2000 likes of 1 like. Het zou allemaal mooi zijn. En abonneer natuurlijk. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar laten we maar gewoon lekker meteen gaan beginnen met het kijken naar de memes. En jullie zien hier al de eerste meme. De nieuwe K3 is bekend. Oh, wow, wow, wow. Op zich vind ik het wel best wel knap hoe hij dit heeft gemonteerd. Het is gewoon best wel strak of zo. Ja, het is niet helemaal perfect. Maar op zich, het kan ermee door. Mijn gezicht is alleen wel vet veel groter dan die andere van K3. Geen idee hoe ze heten. Daarvoor volg ik K3 niet. Die hele show, die heb ik ook geen één keer gekeken. Ik weet niet, het is niet waar mijn interesses liggen, zeg maar. Maar ik weet wel dat K3 inderdaad op zoek is naar een nieuwe K3. TikTok staat er helemaal vol mee. Dat is echt niet normaal. Maar het is al bekend. Het is al bekend. Jullie hoeven niet meer verder te zoeken. Ik ben de nieuwe K3. Hebben jullie mij doorgehad? Oké, ik ben er wel grappig. We gaan door naar de volgende. Joran denkt dat hij cool is. Hoe Joran denkt dat hij eruit ziet wanneer hij cool doet. Hoe hij er echt uitziet. Kijk, dit bedoel ik. Sommige memes, jongen. Oké, dan moet ik even cool doen. Ja, nou, zag ik er nu zo uit? Zag ik er nu zo uit? Op zich, weet je, het is wel zo. Ik zit regelmatig met zo'n gek gezicht in de video's. Dus je hebt wel een puntje. Maar we gaan eens kijken. Reactieverschil. We gaan eens kijken naar deze video. Hij kan niet vol scherm. Oké, ik ben nu even stil. Leon! Hoi! Nu ben ik benieuwd wat het reactieverschil dan is. Yo! Oké, als iemand zo reageert als hij Leon krijgt, jongen, dan is iedereen doof. Dit is echt een heel hoog gegil. Oké, maar als jij zo reageert als je Leon krijgt, dan is dat wel een best uitbundige reactie. Dan moet je ook YouTuber worden. Hoe gekker, hoe beter, toch? Nou, dat is niet altijd het geval. Ik vond het in ieder geval wel leuk. Ik krijg een duimpje omhoog. We gaan door naar de volgende. Shelly in Showdown with a Super. Oké. Ik ben benieuwd, want we beginnen even opnieuw. We beginnen opnieuw. Ik ben benieuwd naar deze video. Dit is wel zo. Dit is echt zo. Op het moment dat Shelly haar super heeft, dan is iedereen niet meer veilig. Helemaal in die oproergrot. Dan is het helemaal bizar. Maar ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Er zit zelfs eentje in de printer. Maar yo. Oké, nee, Shelly die heeft niemand gevonden. Wel geniaal. Ondertussen zie ik hier nog gameplay of zo van iemand. Maar ik vind het wel een leuk video. Omdat het ook gewoon correct is. Ik moet even het geluid eruit doen. Maar het is wel geniaal bedacht. Als je dit echt zelf hebt gemaakt. Ja, krijg je plusje. Anders krijg je ook een plusje. Gewoon puur voor het uploaden. Maar wel geniaal. Als je eenmaal in een oproergrot zit. In het midden met al die bosjes. En er is een Shelly met super. Je moet verstoppen. Je moet wegwezen. Je maakt geen schijvenkans. Er is geen één knokker die van dichtbij kans maakt tegen een Shelly met super. Geen één. Dus dan moet je ook niet proberen dan. Misschien Buzz als hij heel veel krachtpunten heeft en je kan je super inzetten, maar meestal zelfs dan niet. Ik vond hem leuk. We gaan door naar de volgende. Deze kon je verwachten. Dit was in de vorige meme video. Toen zei ik op het moment dat je zeg maar pauzes passeert, of pauzeert, dat ik altijd gekke gezichten trek. Nou heb ik dat in de vorige video gedaan. En nu heeft hij een screenshot gemaakt of een foto gemaakt van een video waarin ik reageer op een reactie of zo. Dit is een reactie op een reactie op een reactie. En elke keer weer hetzelfde. Niet een pauze
video poseren 100%, dan doe je de volgende meme video weer eenzelfde soort foto voorbij komt, alleen van deze video. Dat kan haast niet anders. Dan hebben we gewoon een reactie op een reactie op een reactie op een reactie. Hij krijgt een plusje voor mij. Voor degene die hem upload, ik ga je sowieso een plusje geven. Trouwens, ik scroll een beetje door de memes heen en ik laat vooral de leuke memes zien, in ieder geval waarvan ik denk dat is wel leuk. Kijk, hier gewoon weer eenzelfde soort meme. Pauzeer de video voor leuke gezichten van Joran. Altijd weer. Deze valt trouwens wel mee. Ik vind deze wel meevallen. Het had erger gekund, laat ik het zo zeggen. Wie is beter? Oké. Nu de grote vraag. Is Gamebouwers beter? Is Eend beter? Of is Hira beter? Dat is de grote vraag. Nou, ik ga niet op mezelf stemmen, want Eend en Hira zijn veel beter dan wat ik ben. Ik denk dat ik dan ga stemmen voor Hira. Misschien dat Eend en Hira wel ongeveer qua hoe goed ze zijn, even goed zijn. Maar Hira heeft gewoon zo'n zieke streak neergezet. En die had 62.500 trofeeën of zo. Alle knokkers rank level 35 in één seizoen. Ik denk dat Eend ook alle knokkers gewoon rank level 35 kan halen. Maar in één seizoen is wel echt next level hoor. Dus daarom krijgt Hira van mij de vote. Dan ben ik benieuwd waar de rest op heeft gevote. Yay! Ik ben binnen! Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Ik heb meer stemmen dan Eend en Hira. Dat kan echt niet. Jongen, ik wil jullie wel bedanken voor jullie vertrouwen in mij. Maar tegen Eend en Hira, 1 plus 1, ik zou dek ingemaakt worden. Dat is één ding wat zeker is. Maar ik doe wel een plusje voor iedereen die ook op mij heeft gezet. Volgende. Wie houdt er van video's van Joran Bouws? Ik. Ik help hem naar de 450.000 abonnees. Ah, dat zou tof zijn. Gaat denk ik alleen nog wel een tijdje duren. Maar, zou mooi zijn. Ik natuurlijk en ik gebruik ook de code Bouws. Ik niet. Wat voor YouTube kanaal is me dat? Ach, jongen, dat kan echt niet. Colt wordt boos en die trapt hem gewoon zo naar buiten. En terecht. Ik vind het mooi. Je krijgt een plus van mij. Een Frim die hem had ingediend. Dikke shout-out naar jou. De pauzeloop. alweer. Ik ga gewoon een duimpje omhoog geven voor de moeite. Jongen, ik had niet verwacht dat er zoveel van die pauzemeams zouden langskomen. Zieke flex. Oké, we gaan eens kijken. Klasgenoten met de nieuwste sneakers be like. Oh, wacht. Oh, dat was ik zelf. Jongens en meisjes, vandaag is het tijd om te flexen. Lol, is dit serieus een meme op TikTok? Ik heb geen idee. Ik ga hem eens opzoeken. Hoeveel likes zou deze meme hebben op TikTok? Ik heb hem gevonden. Content Fabriek. Shout-out naar jou, jongen. Hij heeft gewoon 200.000 volgers. Deze meme heeft dan 4.000 likes. Hij krijgt een duimpje omhoog van mij. Oké, ik heb de andere meme gevonden. Hij heeft er nog eentje. Deze ook mooi. Het is tijd om te flexen. Ik vind het mooi. Kijk, zo kom je nog eens ergens achter, hè. Dit wist ik helemaal niet mee. Daar kom ik nu achter, dus ik ga hem een duimpje omhoog geven. Hé, hey, we hebben weer eentje. Wie is beter? Hira 1. Nou, ik heb net op Hira gestemd. Dan ga ik nu op 1 stemmen. Wie heeft nu gewonnen? Ga ik weer winnen? Oh, deze is wat spannender. We staan hier redelijk gelijk, maar ik sta nog steeds eerste. Wat niet echt klopt. Hey Joran, ik heb een anime gemaakt. Hoop dat je het leuk vindt. Code Bouws natuurlijk. Dan ben ik benieuwd. Oh, dit ziet er wel heel bruut uit. Ik weet alleen niet of dit nou gewoon met het programma is gedaan. Dat je gewoon zo'n automatisch, waarschijnlijk wel op een app of zo. Maar het ziet er alsnog vet uit. Ik vind het wel leuk eruit zien. Dus plus eentje voor de moeite. Dat sowieso. Rare Joran Bouws. Wat? Wat is dit nou weer? Ik heb een ziek groot voorhoofd hier. Dit is wel echt heel ernstig. Oké, ik zal van hem nu even door de memes gaan scrollen. En ik zal zelf even kijken of ik nog wat leuker kan vinden. Maar we gaan er even snel doorheen. Als je het parcours als snelst haalt, win je edelstenen voor Brawl Stars. Joran Njoon! Dit is wel geniaal. Shrek erin gemonteerd. Ja, dit is natuurlijk helemaal... Dit filmpje staat er best wel los van. Maar het is wel een geniaal filmpje. Ik had het volgens mij wel eens gezien op TikTok. Wel grappig. Met natuurlijk Brawl Stars rock eronder, jongen. Nou, ik ben er een beetje doorheen gaan scrollen. Ik kwam, om eerlijk te zijn, niet echt memes tegen waarvan ik denk... Oh, dit waren echt ziek goeie. Natuurlijk zaten er wel een paar redelijke tussen. Maar ik vond het best zo. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie dit wel een leuke video vonden, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!